De brandweer van Grauw en Leeuwarden werden zondagmiddag naar Wergeer geroepen omdat drie paarden door het ijs van een sloot waren gezakt bij een boerderij aan het Leegland. Door de sneeuw op de bevroren sloten zien de paarden niet waar het land ophoudt. Zo kunnen ze in de sloot terechtkomen. De dieren konden niet meer uit de sloot komen. Alleen al de aankomst van de brandweerwagen met sirene was voldoende om het eerste paard op eigen kracht uit de sloot te laten klauteren. De twee andere paarden kregen uitgebreid hulp van de brandweer. Met vereende krachten werd ook het tweede paard op de wal gebracht. Bij het laatste paard moesten echt alle hulpmiddelen ingezet worden. Dit dier was duidelijk uitgeput en moest met de trekker op de kant worden getrokken. Dan altijd weer mooi om te zien dat zo'n paard direct weer zelf op de benen staat. De eigenaar bracht de dieren naar de warme stal.